De Rotary Club Paramaribo Central heeft gisteren voor de 35e keer de Student Excellence Awards uitgereikt. Evenals vorig jaar was het weer een drive-thru event in verband met de COVID-19 situatie. Het gaat om de best geslaagden op VOJ en VOS niveau. Volgens clubpresident Shirley Soma Sumter kwamen 34 studenten in aanmerking voor de award. Daarvan zijn 13 uitgekozen die tenslotte een award in ontvangst mochten nemen. Wij brengen nu het moment waarop de beste student van het algemeen vormend onderwijs wordt bekendgemaakt. Excellent Student 2021, bekroond vandaag over de periode 2020-2021 uit het algemeen vormend onderwijs, Sharoma Raghuveer. Sharoma Raghuveer is gekozen als winnaar van de Student of the Beste Presentatie Student Excellence Award 2020-2021. Sharoma gaat voorlopig plaatsnemen in de fotobooth. Want zij heeft een collega uit het beroepsvormend onderwijs. En die gaan we nu aan je voorhouden. Dus ik ga Sharoma even de gelegenheid geven om haar fotomoment of, ja, te hebben. Kunnen wij even meegenieten. Daarna werd bekendgemaakt wie de winnaar van het beroepsvormend onderwijs is geworden. En de student, bekroond tot SEA 2020-2021 uit het beroepsvormend onderwijs, is Tiffany Antunes. Tiffany Antunes, mag ik je vragen je bij ons te foto? Ja, laat u die toeters horen. Onder begeleiding halen we Tiffany naar voren. Tiffany, dan mag jij dus Sharoma, mag je naast Sharoma plaatsnemen. Dat zijn dus de winnaars van de Student Excellence Award voor de 35e keer georganiseerd door de Rotary Club Paramaribo Centrum. De winnaars kwamen in aanmerking voor een certificaat, een laptop, een geldsbedrag en andere prijzen. De overige studenten hebben ook een certificaat en andere prijzen in ontvangst mogen nemen.